Ik denk een van de meest gestelde vragen in het leven is, hoe gaat het met je? Het meest gegeven antwoord is waarschijnlijk ook goed. Als je dat aan Paulus zou vragen, hoe gaat het met je? Dan zou hij waarschijnlijk zeggen, het gaat goed. En dat antwoord is dan niet cliché. De belangrijkste dingen in zijn leven zijn goed. Ik heb het over Paulus in de gevangenis, in Rome, met een onzekere toekomst, die een brief schrijft aan de Filippenzen, waarin hij vertelt over zijn situatie en hoe hij die beoordeelt. In de vorige verzen die we in de vorige aflevering hebben besproken, Filippenzen 1, vers 12 tot en met 14, beschrijft Paulus zo prachtig dat zijn gevangenschap meegewerkt heeft aan de verspreiding van het evangelie en het groeien van de vrijmoedigheid van de christenen. Je zou kunnen zeggen, zoals dominee Reinier van Koten in zijn boekje zegt, wat je meemaakt, maak je nooit alleen voor jezelf mee. Paulus zat maar niet gevangen om gevangen te zitten, maar het had een effect voor zijn buitenwereld, gelovigen en ongelovigen. Nu kan het zijn dat je, terwijl je dat beluistert en dit hoort, dat je denkt, ik vind het een beetje triomfantalistisch. Een beetje overwinningstaal. Alsof Paulus nooit een traan huilde. Alsof hij nooit last had van vermoeidheid of van verdriet. Alsof hij nooit eens worstelde met de weg van God in zijn leven. Het lijkt wel alsof hij altijd maar positief is. En ik kan dat niet opbrengen. Ik voel me eigenlijk falen als ik het getuigenis van Paulus hoor. Misschien helpt het dan om even met mij door te lezen. Vanaf vers 15. Sommigen, Filippenzen 1 vers 15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Dat mooie effect dat de gelovigen in Rome meer onbevreesd, overvloediger het woord durven spreken, einde van vers 14, heeft wel een verdere uitleg nodig. Paulus zegt in de verzen die ik net voorlas vanaf vers 15, ja, ik moet wel een tweedeling aanbrengen. Onder die broeders die dus onbevreesder en vrijmoediger over de Heer Jezus spreken, hier in Rome, is wel verschil. Er zijn er die dat uit liefde doen, die dat doen uit welwillendheid, vers 15, die dat doen uit liefde, omdat ze weten dat ik een apostel ben van het evangelie, vers 17. Maar er zijn er onder die broeders, onder die gelovigen, ook die dat woord spreken uit eigen belang en afgunst. Niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap nog meer verdrukking toe te voegen. Paulus heeft hier niet te maken met letterlijke boeien, maar met figuurlijke boeien die hem door medebroeders om de handen geslagen worden. Wat gebeurt er? Nou, je moet je voorstellen, het effect dat Paulus in Rome is, dat hij daar de gelovigen ontmoet, dat hij daar zijn getuigenis vertelt, hoe hij omgaat met het lijden en dat hij gevangen zit. En dat tegelijkertijd, dat heeft een tweeslag. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen, hij is een lijdende apostel en lijkt op de lijdende Messias. We steunen hem en wij prediken met meer vertrouwen het evangelie uit liefde. En we doen dat terwijl we Paulus als apostel eren. Maar er zijn ook anderen. Sommige verklaarders zeggen dat dat misschien vooral de mensen zijn geweest die een Joodse achtergrond hadden, we weten dat niet, die hem het leven zuur maken. Die brengen wel het evangelie. Hij zegt, sommigen prediken Christus. Dus over hun boodschap heeft Paulus geen verkeerd woord. Maar ze hebben verkeerde motieven. Ze doen dat uit afgunst. Ze doen dat uit twistzucht. Er zit iets ruzieachtigs in. Ze verkondigen Christus uit eigen belang. Niet zuiver. Hij heeft eigenlijk geen goed woord over voor hun motieven. Waarom niet zuiver? Nou, ze willen aan Paulus letterlijke boeien, figuurlijke boeien toevoegen. Misschien zeg je, hoezo dan? Nou, heel waarschijnlijk zien ze het feit dat Paulus gevangen zit als een bewijs dat hij geen waarachtige apostel van Christus is.
Als een bewijs dat hij misschien wel veel te veel vriendjes met de heidenen is geworden. Veel te veel zich onder de heidengelovigen heeft begeven. Misschien wel veel te veel geconformeerd heeft aan heidense patronen. En daar nu in de handen van een heidense keizer is gevallen. Ze brengen het evangelie en als hen gevraagd wordt naar Paulus, dan halen ze hun schouders op. Zijn gevangenschap zegt misschien wel iets over het feit dat hij geen trouwe dienaar van Christus is. Ze brengen Paulus reputatieschade toe. Hun boodschap is goed, maar ze brengen hun boodschap over de rug van Paulus. Dat is misschien wel een van de grootste pijnen die je kan ervaren. Dit soort figuurlijke boeien. Letterlijke boeien kunnen schuren aan je handen, maar figuurlijke boeien. Onbegrepen zijn, geminacht worden. Dat er laster en roddel over je plaatsvindt. Dat je uiteindelijk niet op waarde wordt geschat. Dat je motieven worden betwijfeld. Dat je integriteit wordt betwijfeld. Dat is wat Paulus overkomt. En dat doet pijn. Het doet pijn als je lijdt vanwege onrecht dat ongelovigen je aandoen. Het doet pijn als je in de wereld wordt uitgelachen. Op je studie of op je werk. Omdat je een christen bent en mensen je niet voor vol aanzien. Dat doet pijn. Maar meer pijn doet het als christenen je belasteren. Als christenen hun schouders voor je ophalen. Als christenen je naam of je intenties niet op waarde willen schatten. Dat maakt Paulus mee. En dat gaat erg diep. Want dat soort pijn, zeker als het over onze naam en onze reputatie gaat, kan ons vlees, ons zondige hart triggeren. We zouden op kunnen staan en voor onszelf op kunnen komen. Paulus zou kunnen zeggen, moet je eens weten wat ik allemaal voor de Heer Jezus heb meegemaakt? Moet je eens weten hoe ik voor de keizer heb gestaan? Of voor Felix en Festus en Agrippa in Caesarea? Je moet eens weten hoe ik in Jeruzalem geprobeerd heb met een zuiver geweten te wandelen. Hoe ik geprobeerd heb Jood en Heiden met het evangelie te dienen. En ik heb dat gedaan en nu zit ik gevangen. En nota bene mijn broeders en zusters spreken kwaad van me. Dat doet vreselijk pijn. Het had Paulus kunnen triggeren in zijn vlees en boos kunnen maken. Het had ervoor kunnen zorgen dat hij met zelfmedelijden in een hoekje was gaan zitten. En zichzelf was gaan bejammeren. En aandacht had gevraagd en zijn wonden was gaan likken. Het had ertoe kunnen leiden dat Paulus stoïcijns zijn hoofd in het zand had gestoken. En gezegd, die mensen zijn gek. Die weten niet wat ze zeggen. Dat doet hij niet. Paulus heeft een andere reactie. Door de genade van God. Niet stoïcijns dat het van hem afrolt. Niet dat hij boos of raakzuchtig wordt. Of geïrriteerd. Geërgerd. Maar hij heeft een andere reactie. Lees mee in vers 18. Wat dan nog? Paulus, hoe kijk je naar deze situatie? Wat doet dat met je? Dat je zo wordt uitgedaagd en in een negatief daglicht wordt gezet. Dat er zo over je wordt geroddeld. Hij zegt, wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu onder een voorwendsel is. Dat wil zeggen, met valse motieven. Zoals die broeders die hem in kwaad daglicht stellen. Of in waarheid. Dat is de groep die uit liefde voor Paulus en uit liefde voor de Heer Jezus het evangelie verkondigt. Nou, of het nou het een of het ander is, zegt hij. Wat dan nog? Ik verblijd mij daarover. Ja, ik zal mij ook verblijden. Paulus antwoordt met vreugde. Vreugde vanwege het lijden. Niet in het lijden zelf, maar omdat hij weet, ondanks dat ik lijd, wordt de naam van de Heer Jezus verkondigd. Ik heb hierover nagedacht. Wat zit hieronder? Hij zegt dus eigenlijk, het gaat in dit leven ook niet om het welbevinden van mij. Het gaat er niet om dat mijn naam geëerd wordt of dat ik een goede reputatie in stand houd. Als ik daarvoor ga, dan moet je niet in het evangelie gaan. Dan moet je niet voor het evangelie gaan prediken, want je zult te maken krijgen met mensen die je naam belasteren. Buiten de kerk en soms ook binnen de kerk. Maar, zegt hij, ik doe dit niet voor mijzelf. Ik doe dit niet om mijn eigen naam te verheffen. Ik doe dat omdat de naam van Christus bekend zal worden. En, zegt hij, dat gebeurt
De naam van de Heer Jezus wordt verkondigd. Het evangelie wordt verspreid met mensen met goede motieven en mensen met slechte motieven. Dat benoemt hij eerlijk, dat laatste. Maar, zegt hij, als ik er een streep onder trek, wat dan nog? Christus wordt verkondigd en daar ben ik blij over. Ja, zegt hij, einde van vers 18, ik zal maar daarover blijven verblijden. Die blijdschap rooft niemand me. Waarom kan Paulus blij zijn? Omdat hij een goed geweten heeft en blij kan zijn over de zaak van Christus. In het boekje van dominee Ranier van Koten staat: mensen kunnen wel je goede reputatie afpakken, maar niet een goed geweten. Prachtig gezegd. Het goede geweten wat Paulus heeft, dat kan niemand hem roven. Ze kunnen zijn naam in kwaad daglicht zetten. Ze kunnen lelijk over je doen. Ze kunnen je uitsluiten. Ze kunnen je als het ware links laten liggen. Ze kunnen je als een dwaalleraar afschilderen. Maar, zegt hij, in mijn geweten ben ik vrij. En ik zie dat Christus wordt verkondigd. Daarover ben ik blij. Ja, ik zal me verblijden. Was het niet de Heer Jezus zelf die gezegd heeft: zalig ben je als je vervolgd wordt. Zalig ben je als de mensen kwaad van je spreken omwille van mijn naam. Je loon is groot. Paulus kijkt naar het loon in de hemel en kijkt naar de verspreiding van het evangelie op aarde. En dan eindigt hij in vers 19 met een prachtige geloofsbelijdenis. In hoofdstuk 1 vers 6 sprak hij een geloofsbelijdenis uit, geloofsvertrouwen uit voor de Filippenzen. Hij zegt daar: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En nu zegt hij een geloofsbelijdenis over zijn eigen leven. Hij zegt: terwijl ik hier in de gevangenis zit en terwijl mijn naam wordt belasterd door medebroeders, dit weet ik, ik weet. Is het je wel eens opgevallen dat de apostel Paulus heel vaak het werkwoord weten gebruikt? Hij zegt niet: ik voel of ik ervaar of ik meen te ondervinden. Nee, hij zegt: ik weet. Vraag me naar wat ik weet. Naar wat ik weet van Gods onwankelbare waarheid. We moeten leren te leven vanuit het weten. Ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Dat betekent in eenvoudige taal gezegd: deze omstandigheden, ook de laster van die medebroeders, dat leidt uiteindelijk tot verlossing. Zaligheid is het woord soteria in het Grieks, wat verlossing betekent, behoudenis. Met andere woorden, God gebruikt dit in mijn leven om de weg naar volkomen verlossing te banen. God gebruikt deze omstandigheden in mijn leven om iets groots te doen. Nee, Paulus wist dat hij een kind van God was. Hij wist dat zijn zonden vergeven waren en dat hij hoorde bij Christus. Maar hij zegt: in het leven met Christus gebruikt God alle dingen. Dat weet ik. Romeinen 8 vers 28. Dat bekende vers. Dat schreef Paulus niet alleen voor de Romeinen, maar hij schreef het ook voor zichzelf. Dat alle dingen meewerken ten goede. Dit zal mij tot zaligheid strekken. Heel waarschijnlijk is dit een citaat van het boek Job. Paulus citeert hier Job. Ook Job zegt in een van zijn hoofdstukken, in zijn boek Job 13 vers 16, dat deze situatie, deze omstandigheden hem strekken tot zaligheid. Deze weg strekt tot zaligheid. Deze woorden gebruikt Paulus. Bijna dezelfde woorden als uit de Griekse Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, uit de tekst van Job. Ik weet dat God dit in mijn leven gebruikt. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. En hier zie je ook iets van de zwakheid van Paulus. Paulus zegt: ik heb jullie gebed hard nodig. En ik heb de ondersteuning van de Heilige Geest hard nodig. Twee dingen die samenwerken. Het gebed van medebroeders en zusters en de ondersteuning van de Heilige Geest. Die zijn als het ware als twee vleugels aan een vliegtuig. Die maken dat mijn vliegtuig blijft vliegen. Het gebed van de medebroeders en de ondersteuning van de Heilige Geest, die zorgen ervoor dat ik zeker kan weten dat de allermoeilijkste omstandigheden in mijn leven mij tot zaligheid zullen strekken, bijdragen aan mijn uiteindelijke verlossing. God is groot. Misschien zijn er situaties in jouw leven. Je zult waarschijnlijk niet in de gevangenis zitten. Misschien ook wel, terwijl je dit bekijkt of beluistert. Misschien zijn er moeilijke situaties die het jou lastig maken. Misschien heb je ook te maken met mensen die je niet begrijpen of die je in kwaad daglicht stellen. Probeer er eens vanuit Gods perspectief naar te kijken.
dat God alle dingen bestuurt. Dat God alle dingen laat meewerken ten goede. Dat God de maat van het kwaad precies gemeten heeft. En dat je niet verzocht zal worden boven wat je aan kan. Ja, dat je zelfs kan zeggen, ik verblijd mij, want God is bezig in mij iets te doen. Hij bewerkt zelfs door het kwaad van anderen heen iets goeds. Zodat ik zeker weet. Nee, ik voel het niet altijd. Ik ervaar het niet altijd. Maar ik weet zeker, dit draagt bij aan mijn uiteindelijke verlossing. Wij dienen een grote God die bij machten is. Zelfs de allermoeilijkste dingen in ons leven ten goede te keren. Halleluja. Amen.